Hallo allemaal, welkom op de Shades webinar. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Het is echt super lang geleden dat ik die kriebel in mijn buik heb gehad. Maar ja, het is voor mij eigenlijk voor het eerst dat ik op deze manier een webinar ga geven. Nou, waarom hebben we dit nou ingelast voor jullie? Het komt eigenlijk omdat ik heel veel vragen krijg over de soft shades, over de safe shades. En nou ja, tussen al mijn klanten en werkzaamheden door moet ik dus heel veel van die klanten van die vragen beantwoorden. Vind ik totaal geen probleem, want ik vind het ontzettend leuk om te zien dat iedereen zo enthousiast is. Maar ja, het is best wel een dingetje om iedereen goed te kunnen beantwoorden en nou ja, om iedereen goed te woord te staan. Wat ga ik in dit uurtje jullie uitleggen? Dat het zijn onze safe shades en onze soft shades. Nou, ik ga de safe shades heel kort voor jullie aanhalen. Want ik denk dat de meeste vraag en de meeste nieuwsgierigheid toch wel is naar de soft shades. Dus in dit webinar ga ik jullie dus zoveel mogelijk info geven. Maar hieronder, onder deze streaming, kunnen jullie ook vragen stellen. Ik heb een aantal dames die mij daarbij gaan helpen, want als er heel veel vragen komen, kan ik ze ook niet allemaal beantwoorden. Maar hier links en rechts zullen we wel wat vragen eruit halen. Maar alles wordt ook opgenomen door die camera. Alleen, ik ben met meerdere camera's bezig. Later wordt dat ook op YouTube gezet, op mijn kanaal en op die van Kiss Haircare, zodat jullie het allemaal nog een keertje op het gemakje terug kan kijken. Nou, we gaan beginnen. Ik heb ook één assistent die voor mij klikt, want ik heb geen klikketje, dus ik word even geholpen. Zien jullie allemaal niet? Ik wou dat ik het jullie kon laten zien wat hier allemaal backstage gebeurt. Maar de volgende slide. Yes. Oké. Allereerst de safe shades. Wat is nu precies de safe shades? Safe shades is een verf. Gewoon waar je klanten mee kan verven. Nou, waarom hebben we de safe shades? Waarom hebben we die nu gemaakt? Het is eigenlijk voor de klant, in eerste instantie is het gemaakt voor de klant met de allergie. Het komt steeds meer vaker dat mensen toch wel wat meer een allergische reactie hebben. En nou ja, je wil die klanten wil je ook kunnen helpen. Dus we zijn daarom gekomen met de safe shades. Maar ik werk nu zelf een aantal maanden met deze kleur bij mij in de salon. En ik ben zo razend enthousiast dat ik dus ook de klanten zonder allergie die in deze kleurreeks passen, ook mee de kleuren, ook met de safe shades toe kleuren. Als we dan gaan kijken van nou, hè, wat is dan precies het voordeel van die safe shade? Ik heb het voor jullie hier op een slide gezet. Ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen lezen. Maar hij is in ieder geval vrij van PPD en vrij van resocinol. Dat zijn de pigmentjes in de tube die dan kunnen zorgen dat zo'n klant daar allergisch op reageert. Hij is ook vrij van MEA. En dan moet ik eventjes uitleggen. MEA is het broertje of het zusje van ammonia. Wat doet MEA? Die opent het haar, hè, want de kleurpigmenten moeten in de vezellaag zich kunnen nestelen. Maar MEA blijft doorwerken en doorwerken in het haar. Dus dan aan de ene kant denk je, ik heb een ammoniavrije kleur. Maar wanneer je met de kleur werkt waar MEA in zit, zal je merken dat het haar op een gegeven moment een beetje broos gaat worden, juist dof. Hè, dat het de glans gaat verliezen en dat het een beetje stugger wordt. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dan wel 1% ammonia in onze tube toe te voegen. Want wat doet ammonia? Die is de eerste 10 minuten werkzaam, die opent de haarschubben. Dan kunnen de kleurpigmenten kunnen in de vezellaag en na 10 minuten is dus je ammonia compleet vervlogen. En dan hoor ik wel eens zeggen van ja, ammonia is toch wel, nou ja, hè, het klinkt een beetje agressief. Maar dan moet ik altijd wel lachen, want elke dag gaan we wel 10 keer naar het toilet, de dames iets vaker dan de heren. En wat plassen we uit? Ammonia. Dus het is een lichaams-eigen stof. Zo schadelijk is die ammonia echt niet, maar we hebben ervoor gekozen om 1% toe te voegen in onze safe shades, hè, dat hij toch eventjes die haarschubben opent, maar na 10 minuten is die ook vervlogen. Dan zien jullie Color Connect Technology, ga ik allemaal niet te diep op in, maar het zijn gewoon hoogwaardige kleurpigmenten die het haar echt een mooie volle kleur geven, een hele mooie glans en nou, gewoon een hele diepe kleur. En de techniek staat niet voor niks. Dit is de allernieuwste kleur. En nou ja, met die Color Connect Technology krijgen we dus hoogwaardige mooie kleurpigmenten in onze kleuring te zien. Als we dan naar de volgende gaan, de Vegetal Keratin.
Die maakt het haar juist wat krachtiger, ook voller, sterker en die zorgt voor een enoemelijke glans ook op het haar. Dus ook dat is mooi meegenomen. Dan de volgende, 100% grijsdekking. En in dit webinar ga ik ook werken met plaatjes. En misschien, collega kappers, als jullie nou allemaal meekijken, zie je ook wel wat foto's van jezelf voorbij komen die je gedaan hebt. Maar ik zag zulke mooie voorbeelden op Facebook voorbij komen. Ik denk, die plak ik erin, want ik wil dat met zoveel mogelijk van jullie wil ik dat delen. We hebben in totaal 26 kleuren. Ik haal even het boekje erbij. We hebben gekozen voor een klein assortiment, niet te groot. Omdat we natuurlijk in eerste instantie deze lijn hebben gemaakt voor de klant met de allergie. Maar alle tintjes zitten erin. Er zit een mooie kopertint in, er zit een mooie roodtint in, de natuurtinten. Eigenlijk de meest hardlopende kleuren hebben we hierin gedaan. En nou ja, ik verwacht, maar dat kan ik nog niet meer 100% zekerheid zeggen, dat er in de toekomst echt wel meer kleuren bij gaan komen. Omdat het gewoon een hele mooie, volwaardige lijn is. Ja. Dan haal ik het eerste plaatje erbij. Ik hoop voor jullie, want het is voor ons allemaal de eerste keer, dat jullie het goed in beeld kunnen zien. En anders, nou ja, daar is nog een camera, die filmt ook mee. Daar is de kleur net iets realistischer op als in dat webinar. Dus dan kan je later op het YouTube kanaal kan je even terugkijken. Maar als je dus goed kijkt naar het linker plaatje, en dit is ook een foto van een collega kapper, dus wie weet als je kijkt, dit is jouw prachtige werk. Dan zie je dat ik de 8N, niet ik, mijn collega kapper, de 8N met de 10A met 3% heel mooi grijsdekkend is geworden. Dat is namelijk wel bij ons bij KIS, wij maken een grijsdekking met 3%. De normale mengverhouding is 1:1,5. Dus je hebt iets minder kleur heb je nodig, maar iets meer waterstofperoxide. Dat kan je doen bij een normale kleuring, ook bij een grijsdekking. Maar als je dan dat harde grijze haar hebt, en dat laat ik jullie zo dadelijk ook zien, dan is een mengverhouding 1:1 is ook mogelijk. Als we dan doorgaan naar de volgende slide, wat ik zei, die safe shades, super mooie lijn, maar ik ga wat meer aandacht besteden aan de soft shades. Deze dame, en ik denk dat we dat allemaal wel kennen na de coronatijd, deze dame had haar haar gekleurd met een pakje van het kruidvat. Nou, ik denk dat we allemaal wel iemand in de stoel hebben gehad, dat je denkt, oké, deze mevrouw was altijd heel mooi beige blond en nu is ze oranje. Ze heeft ook een uitgroeitje, dus ik wil het nu even over het uitgroeitje hebben. Want wat heb ik namelijk gedaan? En let op, daar zijn we echt uniek in. Ik heb 15 cc 10A of 15 cc 10N, 15 cc 9N met 45 cc 3%. Dus ik heb nu een mengverhouding gemaakt van 1:1. En zelfs dan, als het de hoofdmoot een 10 is, is die nog 100% grijsdekkend. En daar zijn we echt uniek mee. Dan op het linker plaatje, nou ja, dan zien jullie het eindresultaat. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb er wat highlights bij gezet met wat folietjes. En daarna heb ik op de lengtepunten nog een 09B van de soft shades opgeschreven of opgezet. Maar dat verhaal werd heel erg lang om op te schrijven. Ik wilde jullie bij deze foto voornamelijk laten zien dat die op een 10 hoogte met een klein beetje 9 echt 100% grijsdekkend is. Dan, ook weer van een collega kapper van me, laat ik deze foto erbij zien. Een prachtige, volle, mooie kopertint. En dan van één keer van blond naar het rode. Wat ik er niet bij heb opgeschreven is dat het wel eerst is voorgepigmenteerd met onze Glam Wash met de abricot. Dus we hebben al heel veel oranje pigment, heeft mijn collega kapper er al ingebracht. En daaroverheen hebben we de kleur gezet. Ook met de safe shades. Wat hebben we gedaan? Op de aanzet de 6R met de 7K met 3% en op de lengtepunten de 7K ook met 3%. Op die manier, kijk, we hebben hem ook 1:1 hebben we hem klaargemaakt om hem toch zoveel mogelijk pigmenten mee te geven. 1:1,5 is zeer goed mogelijk om de verf mee te mengen, want dat geven we ook normaal aan. Maar dan heb je iets minder pigmenten in je bakje zitten en zal de kleur
ja, een tikkeltje transparanter wil ik niet zeggen. Maar het is bijvoorbeeld als ik een vol glas heb en ik stop daar Ranja bij en die doe ik 1-op-1 mengen met elkaar. Of ik heb een glas met water en ik stop daar net even iets minder Ranja in. Dan zie je een verschil van kleur in je glas. Nou, zo moet je dat ook een beetje met het verf, moet je dat zo zien. Maar met onze Royal Kiss kan je dus prachtig met de Safe Shades in één keer mooi naar een rode tint kan je kleuren. Of een andere gewenste tint. Maar deze dame wilde een mooie koperkleur. Ja. Ja, af en toe moet ik ja zeggen. Want dan moet hij naar de volgende slide. Volgende keer zal ik zo'n klikkertje zorgen. Maar ja, die heb ik nou even niet. Dus Kelvin is mijn klikker. Kom eens even, Kelvin. Ja, Kelvin, even de toet in beeld. Dat moeten we even doen. Kijk, want even. Kijk, dit is Kelvin. En Kelvin is vandaag jarig. Hiepoi. Yes. Oké, nog één keertje goed in beeld voor jullie. Mengverhouding 1-op-1,5. Kelvin kijkt nu heel boos naar mij. Mengverhouding 1-op-1,5. Dat is de normale mengverhouding. Maar wil je net even wat meer pigmentjes hebben of net even wat extra grijsdekking als je te maken hebt met dat harde grijze haar, kan je hem heel makkelijk mengen 1-op-1. Nou, dan komen we al bij het eerste blokje. Want ik zei dus dat jullie live vragen mogen stellen. Dus ik kijk nu de dames aan. Zijn er al vragen? Nee, er zijn nog geen vragen. Oh, nou, supergoed. Want dan vanuit hier kan ik doorgaan met het volgende blokje. Want dan komen we bij de soft shades. Komt er wel een vraag binnen? Nou, er komt een paar keer binnen. Gefeliciteerd, Kel. Oh, nou, hoe leuk. Dankjewel. Ja. Oké, onze soft shades. Hebben we wel een vraag? Ja, oh, wacht even hoor. De houdbaarheid van de koperrood tinten. Wat is die? Oké, de vraag is dus, wat is de houdbaarheid van de koperrood tinten? Nou, zodra je het haar in gaat verven en goed voorpigmenteer, dan zal je merken, de verf blijft echt wel in het haar zitten, maar omdat je natuurlijk op een lichte basis werkt, zal die wel in de loop der tijd, zal die wel een klein beetje teruglopen naar misschien ietsje lichter koper. De aanzet, die vraagt natuurlijk niet, want hè, dat is gewoon, dan werk je op natuurhaar. Maar langzaam met het wassen zie je dat die ietsje terugloopt. Wanneer je dan die klant de keer daarop weer met dezelfde kleur zou kleuren, dan krijg je ook weer een opbouw van je pigmenten en zal de houdbaarheid ook langer zijn. Maar nou doe ik net alsof dan die houdbaarheid de eerste keer zwak is. Zo is het niet, want je bent echt wel met 3% dat haar aan het opvullen. Maar als ik een vraag krijg bij mij in de salon, en ik weet ook zeker dat jullie die vraag ook krijgen, dat een klant vraagt, wat is de houdbaarheid? En dat vind ik altijd moeilijk met wat is de houdbaarheid, want het is afhankelijk van zoveel factoren. Met wat voor shampoo was je je haren? Ga je naar de sauna? Ga je veel in de zon? Ga je onder de zonnebank? Dat zijn allemaal factoren die ermee te maken hebben of de houdbaarheid van je kleur goed is of niet. Wat ik altijd persoonlijk tegen mijn klant zeg, en dat is een adviesje naar jullie toe, is dat ik dan zeg van, goh mevrouw, het heeft echt wel een goede houdbaarheid. Ik adviseer een goede shampoo, maar wanneer u volgende keer terugkomt in de salon, hebben we precies het antwoord. Daarmee voorkom je dat klanten terugkomen naar de salon. Stel je voor dat je zou zeggen, deze kleur heeft een houdbaarheid van, ik noem maar iets, 20 wassingen. En die mevrouw die wast haar haar en die komt na 20 keer bij jou terug in de salon en die zegt, ja, jij hebt gezegd 20 wassingen, maar ja, mijn kleur is er al uit. Hij zal er nooit uitgaan met je verf helemaal, maar op die manier moet jij die klant misschien wel service verrichten. En dat wil je voorkomen. Je wil zo min mogelijk service natuurlijk hebben. En heel eerlijk, je weet ook niet precies wat de houdbaarheid is. Want je weet niet precies ook wat die mevrouw thuis in de privé situatie allemaal met haar doet. Dus zeg altijd, mevrouw, als u volgende keer terug in de salon komt, dan hebben we precies de antwoord op onze vraag qua houdbaarheid. Bij een mengverhouding 1-op-1, maar dit kan ook de vraag zijn 1-op-1,5, mag ik het doorkammen? Je mag het doorkammen, alleen we hebben natuurlijk nu hebben we de soft shades. Dus als je bijvoorbeeld de aanzet met de verf in gaat zetten en je wil de lengtepunten opfrissen,
dan zou ik nu het advies geven, ga hem niet doorkammen. Hè, wanneer je te maken hebt met een normale kleuring, als die een klein beetje terug is gelopen en je wilt hem wat opfrissen en je wilt er wat meer glans geven, dan zou ik het advies geven, op de aanzet zet je de soft shades en of op de aanzet, zie, ik maak hem wel eens die fout hoor, soft, safe, maar op de aanzet zet je dan bijvoorbeeld een safe shade, de verf, en dan tegelijkertijd kan je de lengtepunten inzetten met je soft shades, want dan heb je niet meer te maken met de grijsdekking, want dat is vaak alleen maar met het uitgroeitje. Dan krijg ik nog de vraag, kan je lichte verven bijvoorbeeld van een 8 naar een 10 hoogte? Dan gaat een blikje cola hierom. Dat zien jullie niet. Maar alleen. Soms wilde ik dat ik die camera om kon draaien. Dat jullie mee konden kijken wat er allemaal gebeurde. Oké, dan is de vraag nog. En dat is wel een hele goede vraag. Want die wil ik even wel goed aanhalen. Kan je lichte verven met de safe shades? Ja, zeker. En ik ga jullie een succesformule geven. Want ik vind het altijd mooi wanneer ik lichter ga verven, dat ik toch wel in een beige wat koeler eindresultaat ga komen. Nou zien jullie hier de 10A. Ik hoop dat ik hem goed in beeld krijg, want ik heb natuurlijk te maken met een beetje licht. Maar de 10A is een hele mooie koele tint om te gebruiken op een natuurhaar om daar lichter mee te verven. Houd er wel rekening mee, grijsdekking is met 3%. Lichter verven ga je al naar 6, 9 of 12, naar gelang hoe licht dat je wil gaan, dat je van de natuurhoogte naar de lichter geverfde kleur wilt. Dus de 10A met de 10N is een mooie combi, maar hier zien jullie ook de 10V. Wat ik ook in de salon wel eens doe, is een combi van de 10N, de 10A en de 10V. Heb ik toch dat koele, met dat koelere ondertoon, dat groen-blauw pigment heb ik dan nodig om het oranje wat te onderdrukken. Dan heb ik de 10V heb ik nodig om juist het gele nog te onderdrukken. En de 10N pak ik er dan bij om hem wat helderder te maken. Dus ga er lekker mee spelen, want ik geef jullie nu wel een soort van succesformules, maar uiteindelijk weten we allemaal als kapper of kapster zijnde dat je ervaring leert hoe dat je het mooiste kan kleuren. Maar je kan prima kleuren met deze reeks. En wat ik zo mooi vind, is dat het haar zo'n uberglans overhoudt. Het voelt goed van kwaliteit, het heeft een mooie glans, dus prima om mee te werken. Oké, dan nog één vraagje doe ik behandelen voordat ik naar de soft shades ga, want de vragen zijn ze voor mij aan het opschrijven op het bord. Dan zie ik nog een vraag, glamwash als voorpigmentering, moet je die uitspoelen? Ja, die moet je uitspoelen. Glamwash is een shampoo en het fijne vind ik, wanneer je gaat voorpigmenteren, de mevrouw gaat aan de wasbak zitten. Nou, je weet van welke kleurhoogte waar ze naartoe wilt. Dus bijvoorbeeld, ze wil naar een kleurhoogte 6. Nou, dan heb ik wat meer koperpigment nodig. Dus dan pak ik de abricot. Ik was hem aan de wastafel. Terwijl dat die aan het inwerken is, maak ik mijn kleur klaar. Na 2 minuutjes, 3 minuutjes kan ik hem al uitspoelen. Ik maak het haar handdoek droog. En ik kan direct, kan ik er overheen, kan ik verven. Als je klant nu donkerder wil, naar een kleurhoogte 5, 4, 3, 2, 1, naar het zwarte zeg maar, dan heb ik de cherry nodig, want dan mis ik echt een rood pigment. Dus kijk naar welke kleurhoogte dat je gaat. Tot en met de kleurhoogte 6 zou ik zeggen, pak een abricot en daarboven pak je een cherry. Dus dan kijk je naar de pigmenten die je nodig hebt om in het haar in te brengen. Oké. Dit was het stukje, het blokje, want ik kijk eventjes. We zijn nu 20 minuutjes zijn we bezig en ik gaf al aan, ik wil iets korter op de safe ingaan. Want wat er gebeurd is vanaf 28 mei is echt, of 28 mei, 25 mei, is echt bizar. En ik denk dat wij dit met z'n allen zo omarmen na die coronatijd. Want we hebben natuurlijk zo'n negatieve periode hebben we gehad. Al onze salons, al het werk is gewoon 7 weken stil te komen liggen. En nou ja, ook mij heeft dat geraakt. Ik heb zelf 4 salons, ik heb 20 medewerkers. Dus een beetje positiviteit was wel welkom. Dus ik denk de lancering van de soft shades is op het juiste moment gekomen. En als ik dan kijk, vooral op Facebook, en we hebben op Facebook een speciale groep, die heet de Kissable Hairdressers. Als ik zie wat voor gigantisch mooie resultaten daar voorbij komen en wat voor positiviteit dat heeft gegeven, ja, dan denk ik dat we met z'n allen
die soft shades gewoon echt moeten omarmen. En ja, hoe heerlijk is het om mooie en ja, mooie kleuren te maken en blije klanten te zien. Oké, nou, dan laat ik eerst eventjes... Ja, Kelvin, je mag weer. Misschien zie je hier ook je eigen werk, zie je hier tussen. Maar dit is zo'n ongelooflijk mooi product. En echt serieus, ik vertel dit vanuit mijn hart. Het is geen telcel, want als ik het zo niet zou voelen, dan zou ik het ook zo niet kunnen brengen. En ik denk dat jullie met mij beamen, degene die er al mee werken, dat ze allemaal weten hoe mooi en makkelijk de soft shades zijn. We kunnen van heel cool, kunnen we gaan tonen, kunnen we gaan kleuren. Hele mooie bruin tinten, de espresso tinten, de tabak tinten zitten erin. We kunnen ook mengen. Ik was ook heel blij verrast van deze. Het een beetje het rozige kunnen we maken. Maar ook het beige, het goudblonde. Alles kunnen we maken met de soft shades. En om nou goed het verschil uit te leggen tussen safe en soft. Safe is gewoon je verf. Die heb je nodig met het hele kleine beetje ammonia om in die vezellaag te komen. En de soft shades, met het platte woord, is het gewoon een spoeling. Het is een spoeling die om de schubbelaag heen gaat zitten. Maar super mooie resultaten. Maar ik ga er nou eventjes ietsje dieper op in. Want wat ik dus gemerkt heb de afgelopen paar weken, is dat heel veel dames, en ook wel heren trouwens, niet alleen maar dames, mij vragen gingen stellen. En vol liefde ging ik die vragen beantwoorden. Maar ik denk dat ik toch echt wel zeker door de 300 vragen heb moeten beantwoorden. En ja, dat is best wel soms lastig als ik zelf in de salon bezig ben. Of ik ben zelf hier op kantoor ben ik bezig. En maar ik wil het met liefde en plezier voor jullie doen. Maar ik hoop door dit webinar dat alle info bij jullie goed erin zit. En dat het voor jullie wat makkelijker is om zelf er lekker mee aan de slag te gaan. Want moeilijk is het echt niet. Nou. Wat zijn nou de voordelen van deze kleuring? Hij is ammoniavrij, is er niet aanwezig, omdat hij natuurlijk om die schubbelaag heen blijft zitten. Hij is PPD-vrij, ook weer met de nieuwe technologie, want PPD kan ook hetgene zijn wat een reactie kan veroorzaken. Het is een demi-permanente kleuring, een chic woord voor gewoon ordinair een spoeling. Zo hebben we het gewoon het makkelijkste gezegd. Een snel en eenvoudige kleurservice. En joh, dat is het. Want als ik highlights heb gezet, als ik geblondeerd heb, of als ik een aanzet heb ingeverfd, is het heel makkelijk werken. Ik laat het eventjes zien, ik ga even zo in beeld. Als ik dus highlights heb gezet en ik heb geblondeerd, gebruik ik mijn kleur in een flacon. Die flacon kan ik aan de wastafel aanbrengen, scheidingsgewijs, met dit teutje. Ja, hoe noem je het? Ik vind teutje altijd tuitje. Breng ik het scheidingsgewijs, breng ik het aan. Kunnen jullie trouwens ook op het YouTube filmpje zien van de soft shades, hoe dat ik het precies aanbreng. Maar het is gewoon super snel, het is super makkelijk. Wanneer je gaat verven, dus die klant zit achter de spiegel, je hebt de aanzet ingezet met verf. Ondanks dat het een liquid kleuring is, pak ik toch een bakje en een kwastje en zet ik tegelijkertijd de punten in. Ook dat is heel goed mogelijk en heel snel, omdat de kleur wat dunner is, neemt het haar heel makkelijk op. Dan zie je hier staan, de kleur houdt tot 24 keer wassen. En dan gaan we weer, de houdbaarheid. Jullie moeten wel begrijpen, wanneer een klant volledig geblondeerd is en je gaat het kleur bijvoorbeeld tonen met een 10P. Ik haal even het kleurenkaartje erbij. Dus ik zeg eventjes met een 10P of een 10V op de 10-serie. Dat is super mooi, want die resultaten hebben jullie al voorbij zien komen. In de 10-serie zijn de kleurpigmentjes natuurlijk heel zwak. Geef ik dan een houdbaarheid van 24 wassingen, kan ik op voorhand niet zeggen. Wat ik wel kan zeggen, stel je voor je klant is na een blondering of na een highlight kanariegeel en je gaat het met de soft shades tonen en ze zou het 24 keer gewassen hebben, is het never nooit zo kanariegeel als waar je mee begon in de salon. Loopt hij een beetje terug? Ja, want je bent natuurlijk op die 10-serie
ben je aan het tonen. Dus dat koele dingetje wat er in die V zit, die was je er natuurlijk langzaam uit. En dat peetje, die parel die erin zit, die was je er ook langzaam uit. Maar daar gaan we weer. Als ik dus een klant heb. Ik neem even een slokje water. Ik word er allemaal droog van. Oké, maar als ik dus een klant heb die zegt, wat is de houdbaarheid wanneer ik het op een 10-serie ga tonen? Dan zeg ik, mevrouw, zo'n kanariegeel zoals die was, zo kom je nooit meer terug. Maar na gelang van het gebruik en met de juiste shampoo kunnen we de volgende keer precies zien wat de houdbaarheid is van deze kleuring. Als dan die mevrouw de volgende keer terugkomt en ze zegt, nou, ik wil hem eigenlijk net een klein beetje sterker. Dan weet ik al, oké, ik ga er misschien een beetje 9V bij doen. Dat ik hem al iets meer pigmentjes geef. Dan zal die de eerste keer een tikkeltje donkerder zijn. Maar met het wassen blijft hij wel langer zijn kleur behouden dan wanneer alleen met de 10. Maar dat is alleen maar ervaring waar ik over spreek. Als je met die klant bezig bent, dat je het juiste gesprek aangaat en dat je dan ook op de juiste manier je kleur gebruikt. Maar voor het tonen, voor het blonderen, echt joh, die 10V, 10P, 9V, 9B, oh, dat is echt een van mijn favorietjes. Echt, die gebruik ik zo heel veel. De 9G, maar dat gaan jullie dadelijk allemaal met fotootjes gaan jullie dat zien. En ik heb zo dadelijk ook nog een slip-on om te laten zien met ook alle kleurtjes. Dus die houdbaarheid, houd daar rekening mee hoe je het communiceert naar je klant. Maar ja, de houdbaarheid is echt wel goed. Oké, dan Color Deposit Agents. Daar zitten echt hoogwaardige kleurpigmenten in. Ja, die je kleur laten stralen, die je mooi maken, die je mooi vol en diep laten worden. Dan pH-gebalanceerde milde werking. En dit is voor je klant, maar ook voor jezelf, echt een hiep-hooi moment. Waarom? In het begin dan deed ik altijd tonen met de DMI. DMI is 1,9% voor degenen die dat niet weten. En na een blondering is natuurlijk die hoofdhuid, die is natuurlijk, nou ja, een beetje geactiveerd, misschien een beetje gevoelig. En als je dan met 1,9% met DMI gaat tonen, dan gebeurde het wel eens bij klanten dat ze zeiden, oeh, ik voel een heel klein beetje prik op mijn hoofd. En sommigen zeiden, nou, de prik is best wel heftig. Dus, wanneer ik ga werken met de soft shades op de hoofdhuid na die blondeer, dan voelt het als een treatment. Die klant die zegt, oh, dit is echt serieus heerlijk. En alsjeblieft dames, als jullie er al mee gewerkt hebben, beaam het hieronder in deze livestream dat jullie weten dat ik de waarheid vertel. Want het voelt echt heerlijk aan voor die klant. Het is cool, het is fris. De geur is fantastisch. Je hebt zelfs klanten die zeggen, krijg ik nu een treatment op mijn haar of op mijn hoofdhuid? Zo fijn is dit product hè, als je direct op de hoofdhuid gaat werken na een blondering. Dat komt ook omdat die pH gebalanceerd is en door de milde werking. Dan als laatste zien jullie hier amarant, zeg ik dat goed, amarant zaadextract. En die zorgt ervoor dat het haar echt sterker wordt. Want we kennen allemaal denk ik wel, als je highlights hebt gezet. Nou zit ik vooral nog in het verhaaltje van de highlights. Maar als je highlights hebt gezet, als je hebt geblondeerd, dat is gewoon een aanslag op het haar. Je bent natuurlijk met een blondering ben je bezig. Maar ga je daarna met de soft shades eroverheen, dan voelt dat haar veel sterker aan. Je kan er met je kam doorheen glijden. Je ziet een ontzettende glans zie je op het haar verschijnen. En het haar is ook daadwerkelijk sterker. Dus alleen maar win-win-win situatie. Dus alsjeblieft dames, voor degenen die ermee hebben gewerkt, beaam mijn verhaal hieronder. Dat het niet zo is, ik ben niet helemaal up-to-date zie ik. Maar dat het echt de waarheid is wat ik hier sta te praten. Dat het echt geen telcel verzonnen verhaaltje is. Oké, dan gaan we door naar de volgende. Dan ga ik jullie wat... Even Kelvin, volgende. Hij is er niet zo helemaal mee bij, denk ik. Ja. Oké, oh ja, deze. Demi permanente kleur, wat ik net ook al zei. Het is gewoon een spoelingje. Het is een liquid kleuring. Als jullie de kleur
in het flesje hebben. En dit doen jullie in je flacon of in je bakje. Dan denk je bij jezelf, oeh, dit is net water. Het is heel dun. Maar zodra je hem gaat mengen met je activator, even goed in beeld brengen, met je activator en je gaat hem mengen of schudden in je flesje, dan zal je merken dat het een, ja, wat wordt het? Een gelei-achtige substantie wordt het dan. Dus dan ben je van dat waterige af, dan wordt het een gelei-achtige substantie en dan kan je het, hè, als je dus de kleur in je flacon hebt zitten en je hem houdt hem op zijn kop, dan loopt hij niet leeg. Dus wat ik doe bij mijn klanten in de salon, als ik dan met mijn kleur bezig ben en ik denk van oh, mijn flesje is bijna leeg, dan zet ik hem gewoon op zijn kop in dat rondje van mijn afvoertje. En dan, hij loopt niet uit het tuutje of uit het teutje, maar dan de rest, dat zakt naar beneden en hup, kan je het heel makkelijk, kan je het nog opbrengen. Oké, flaconnetje heb ik behandeld. Dan pak je een kwastje. Als je die aan hebt ingezet, hè, kan je hem ook makkelijk op de lengtepunten kan je hem inzetten. We hebben in totaal gekozen voor 25 kleuren. Alles is met elkaar te mengen. Dus je ziet hier de natuurtinten. En de natuurtinten die zijn echt mooi. Ja, cool, laat ik ook zo dadelijk zien. Het is geen groen en het is geen geel en het is geen rood. Het is echt mooi neutraal. Twee espresso tinten, want in de verfserie zie ik dat de espresso heel hard loopt. Dus hè, voor het teruglopen in de lengtepunten om hem op te frissen hebben we ook twee mooie espresso tinten. De hazelnoot, hiphoi, we zien ook steeds meer weer wat goudtinten zien we terugkomen. Niet bang zijn dat je goudtint te geel is, dat hij een beetje zo, ja, ochtendurine kleur is, zeg maar. Het is een hele mooie zachte goudtint. Twee mooie beige tinten hebben we. In de koperserie hebben we er eentje op een 9 en op een 6 hoogte. De tabaktinten, de roodtinten, nou, deze, de violettinten, ook op de 5-serie, ook in de lichtere serie. En de 10 is een pareltint, ook heel mooi. Deze drie zijn je mixtinten. We hebben een rood, een violet en een orange hebben we. En dan was er ook een vraag naar mij toe, zodra ik een mixtint ga toevoegen, moet ik dan mijn activator meerekenen? Ja. Dus als je bijvoorbeeld 15 cc 6R hebt en 15 cc R-mix, dan voeg je er 30 cc activator voeg je eraan toe. Alle kleuren kan je dus met elkaar mengen. Want ik zag ook al op het Facebook, en dat zien jullie dadelijk ook aan de hand van foto's, zag ik een mooie V en een mooie P met allemaal met elkaar gemengd. En nog iets. Die vraag heb ik nog niet veel gehoord, maar dames, als je iemand hebt met een permanent, kan je daarna direct de soft shades kan je erin zetten. Alleen moet je er dan wel van uitgaan, door het permanente zijn die haarschubben een beetje open en dicht zijn gegaan. Dus als ik een soft shade direct na mijn permanent gebruik, zal die iets dieper in mijn schubbelaag gaan. Dus dan gaat hij tussen een verf en een spoeling gaat hij in zitten. Dus daar moet je even rekening mee houden. Maar hoe fijn is het dat we ook na een permanentje de kleur gelijk weer kunnen opfrissen. Want met permanent trek je er altijd, kleur trek je eruit. Oké, als we hem dus gaan gebruiken als een toner. Veel vragen die je kreeg was, wat is de inwerktijd? Wat is nou precies de inwerktijd van een toner? Dan zeg ik 5 tot 20 minuten. Kan de soft shades doorslaan? Nee, maar wanneer ik hem gebruik naar een blondering of naar een highlight, dan kijk ik elke 5 minuten. Want als ik denk na 5 of na 10 minuten, hij is nu mooi, dan spoel ik hem uit. Dan hoef ik hem niet per se verder door te laten gaan. Want ik gaf dus al aan dat hij om de schubbelaar heen gaat zitten. Maar we weten allemaal, als het haar geblondeerd is of gehighlight, dan gaan die schubben die gaan openstaan. Als ik dan mijn toner ga doen voordat ik mijn schubben helemaal ga afsluiten, dan gaat hij wat dieper in die vezellaag. En dat is wat ik wil wanneer ik hem ga tonen na een blondering of na een highlight. Dus als dan de kleur goed is, dan kan je zeggen, hup, ik spoel hem uit. Ligt hij het natuurhaar niet op? Nee. En dit is ook weer zo'n fijn momentje. Want
Ik denk dat jullie samen met mij ook wel eens hadden, heb je hele mooie highlight gezet in Naturaar. Dan ga je hem tonen, of hè, dan ga je hem een beetje ja, tonen met een DMI met 1,9%. En wat gebeurt er dan met dat Naturaar? Dat ligt een beetje op. En dan denk je, potverdorie, heb ik zulke mooie coole highlights gemaakt. En dan nog is die natuurtint net een tintje opgelicht en daardoor komt de warmte bij vrij. Nu echt, zonder blikken of blozen, hup, die soft shades over het gele haar, over het natuurhaar. Want zolang jouw kleur van je soft shade lichter is dan de kleur dat je hem opzet, doet hij niks op het natuurhaar. Dus heb ik bijvoorbeeld iemand op een kleurhoogte 6 en die heb ik gehighlight en ik zet daar een 9V overheen, dan doet die 9V niks op het natuurhaar. Dus heel fijn. Nou, dit zijn de succeskleurtjes van onze soft shades wanneer ik praat over tonen. Dus niet met inkleuren, want die anderen zijn ook succes. Maar vooral na een highlight, na een blondering. Wat ik al aangaf, de 09V, de 010V. En waarom zeg ik de 0 ervoor? Want als ik praat over een 9V of een 10V, dan kan je het misschien ook hebben over verf. Ook wanneer je een bestelling plaatst. Altijd de 0 ervoor. Plus de 0 is 0 ammonia, 0 lift. Daar, zo op die manier kan je het wel een beetje onthouden. Dan hebben we de 010P, de 09B en de 09G. Dan No Yellow gebruik. Kijk, voorheen waren we dan gewend, voordat we het haar gingen tonen met de DMI, dat we nog een No Yellow ertussen deden. Dat is niet meer nodig. Nee, ik zou ja kunnen zeggen, maar ik doe het zelf niet. Want het is echt niet nodig, want je tonen zijn sterk genoeg. Waar gebruik ik de No Yellow wel voor? Als verkoop voor thuis. Want als die klant een 010V of een 09V heeft gekregen en ze wil dat koele behouden, dan is de No Yellow shampoo prima voor advies voor thuis. Alleen als die wat te sterk is, dan zou je altijd kunnen zeggen, meng hem met je Keramax shampoo. Maak hem net eventjes wat softer. Oké, dan pak ik deze erbij. En ik hoop van harte dat ik de kleuren goed in beeld heb. Want dit wil ik jullie even laten zien. Ik weet niet of de kleur helemaal realistisch is, maar misschien straks later op YouTube met de andere camera is de kleur misschien wat meer realistisch. Maar ik wil het jullie gewoon even laten zien. Ik heb een blonde kop heb ik gebruikt en dit is een lokje wat ik niet heb ingezet. Als je dan kijkt, dan zit er een geel pigmentje zit erin en die zit op een kleurhoogte tussen de 9 en de 10 zit die in. Nou, dan ben ik samen gisteren met Juliette, met een collega, ben ik dus gaan tonen. En ik heb alle toners 10 minuten heb ik laten zitten. Maar het is voornamelijk om jullie te laten zien wat dat die doet. Dit, oh, ik hoop zo dat dit goed in beeld is, hè, jongens. Ja, is die goed? Oh, ik krijg al een akkoord te horen dat die goed is. Dit is de 09V na 10 minuten. Dus dan krijg je dat hele mooie koele eindresultaat, wat nog steeds heel veel dames willen. En dan, ja, ik laat hem een beetje zo in het licht, laat ik hem vieren. Je ziet echt wel dat violetje erin zitten, die hem net eventjes wat koeler drukt, maar is niet heftig aanwezig. Maar een mooie tint, dus om mee te tonen. En als ik hem dan zo naast elkaar hou, hè, dan zie je wat hij doet. Dus dit is een 09V. Dan ga ik naar de kleur daarnaast. Dit is de 09B. Ja, al mijn kleuren zijn wel mijn favorietjes. Maar ik merk aan mezelf dat ik heel makkelijk op dit moment de 09B pak bij mij in de salon. Waarom? Het is een hele mooie, ja, koele beige tint die niet naar het groene gaat, die niet naar het violette gaat, ja, en ook niet naar het gouden. Het is echt een hele mooie beige tint wat ik op dit moment veel in de salon gebruik. Dus de 09B. Dan deze, de 09G. En kan ik het net, nou, ik hou dan de 09B even ernaast dat jullie het kunnen zien. Maar ik weet niet hoe het bij jullie is, maar vroeger had ik wel eens een beetje angst voor een goudtint. Want dan dacht ik, oh ja, dan krijg je misschien zo'n OU-kleur. Nou, wat is een OU-kleur? Dat is ochtendurine. Je wil geen ochtendurinekleur, wil je creëren bij je klant. Maar met een goudtint was ik er altijd een beetje
angstig voor. Oh, ik zet de pop even dichterbij, krijg ik als instructie, krijg ik door. Dames, is het allemaal goed te volgen voor jullie? Ik hoop het wel, hè. Maar deze is echt heel mooi zacht goud. Dus de klanten die dan even niet meer het echt te koelen willen, is de 09G heel makkelijk en vriendelijk te gebruiken. Dan hier de 09K. Kijk, hier kan je dus heel mooi zo'n blorange kleurtje mee maken. Dus hier zit een kopertintje zit erin. Ja, misschien op de camera lijkt hij heel donker, maar jongens, hij is echt niet donker hoor. Het is echt zo'n blorange kleurtje die je dus op de 9 hoogte kan maken. Wil je hem nog wat zachter hebben? Ja, dan kan je hem altijd nog mengen met een natuurtintje of met een 10P'tje, dat je een pareltje erbij ingooit. Dat is allemaal jullie eigen ervaring en lekker die foto's blijven delen, want op die manier inspireren we elkaar. Oké, dan hieronder. Dit is de 09N. En ik zei net tegen jullie, onze N-tinten, ze zijn niet koel, ze zijn niet warm, ze zijn neutraal. En dat kan ik hier met de 09N, kan ik jullie dat goed laten zien. Een hele mooie, neutrale kleur. Dus ook heel veilig in gebruik. Dan ga ik naar hiernaast. Dat is de 08B. Dus net even een tintje donkerder dan de 09B. Ook super mooi om mee te tonen. Maar als je net even je highlights net eventjes wat donkerder wil hebben. Of als die klant bijvoorbeeld terug in de salon komt met die 09B. Dat is deze. Ik kan hem er net even boven. Misschien kan je dan net even het verschil zien. Dat ze zegt van, nou hè. Met 15 wassingen was hij eruit. Dan kan je hem altijd met de 08B door te mengen met elkaar net even iets meer pigmentjes meegeven. Maar dat is allemaal de ervaring. Zoveel mogelijk ervaring. Oké, dan hiernaast de 010V. Heel zacht violetje zit erin. Maar wil die klant een beetje dat ijzige witte blond hebben, is dit prima op te zetten. Wanneer je dus met dit aan de gang moet, dat je met dat geel pigmentje er nog in zit. Dus super mooi, cool. Ik merk wel, soms zeg ik wel eens tegen anderen die ik training geef, dat ze zo'n stopwoordje hebben. Hoe vaak heb ik al super mooi gezegd? Nou, heel vaak denk ik, maar ik meen het ook echt. Oké, als laatste, de 010P. De P staat voor parel. Dus je krijgt net zo'n zacht parel accentje krijg je in het haar. Wil die klant wel naar heel licht wit, maar ze wil geen koel wit licht eindresultaat, dan zou ik kiezen voor een parel. Die is net wat zachter in zijn eindresultaat. Maar de ervaring leert ook, om heel mooi wit te maken, dat je de 010V met de 010P ook heel goed met elkaar kan mengen. Gaan we door naar de volgende. Oké. Hier laat ik jullie nu eventjes wat van die succesformules laat ik jullie zien. Mevrouw geblondeerd met Snow White 6% en daarna ga ik de 09B ga ik erop doen. Ik ben er elke keer bij gebleven om de 5 minuten. Heb ik hem gecheckt en nou, het is echt weer zo'n wauw eindresultaat. Want aan de wasbak met mijn flaconnetje. In 10 minuten of 5, nee, 10 minuten. 10 minuten heeft hij gezeten. Zo'n eindresultaat. Hoe blij word je daarvan? En die klant die heeft geen prik. De haarkwaliteit voelt goed aan. En het glanst echt de pan uit. Dan zie ik daar. Ik had wel een vragenblokje ingelast. Maar dan zie ik daar staan. Soft shades nawassen met shampoo. De kleur is. Ja, dat zal je ook merken. Hij schuimt een beetje. Je hoeft hem niet na te wassen. Als je heel goed spoelt, kan je de kleur kan je eruit halen. Maar ik persoonlijk wil er altijd zeker van zijn dat alle kleurresten van de hoofdhuid af zijn. Dus ik was hem altijd één keertje na met een shampoo. Met ja, in dit geval de Keramax shampoo, want ze mist natuurlijk de keratine in het haar. Één keertje na wassen gewoon voor het frisse gevoel dat ik zeker weet dat alles eruit is. Oké, mag ik de volgende?
De 09V. En dames, nogmaals, zoals ik het nu kan zien, is het op deze camera is die wat donkerder. Maar in die andere camera zie ik het wat beter. Want deze wil ik jullie goed laten zien. Jullie zien hier wit geblondeerde punten. Dan zien jullie een tussenstukje wat donkerder is en met een uitgroeitje. Dat uitgroeitje, dit is ook een foto van mijn collega kapper. Ik verwacht dat ze dat uitgroeitje wel eventjes geblondeerd heeft. En de bovenste, dat donkere, dat een schaduw is. Maar ik wil het voornamelijk even met jullie hebben hierover. Wanneer ik de 09V van aanzet tot punt erop zet, dan zullen jullie zien dat daar waar die witter is, is mijn eindresultaat in de punt ook witter. Vind ik dit erg? Nee, want dat geeft een heel mooi kleurnuance in het haar. Maar dan zien jullie wel wat een 09V op bijvoorbeeld een kleurhoogte 9 doet en wat een 09V op een kleurhoogte 10 doet. Dus je ondergrond is ten alle tijden bepalend voor het eindresultaat. En daarom is het ook een spoeling. Oké, dan gaan we naar de volgende. Hier, supermooie kleur. Ga ik weer, supermooi. Ah, dat moet ik echt afleren, joh. Ik heb het al 100 keer gezegd. Maar ik vind hem ook echt mooi. Een mooie wit tint. Natuurlijk zo licht mogelijk geblondeerd. Daar is een 010P met een 010V is er overheen gegaan om die mooie witte eindresultaat te verkrijgen. Nou, ik denk dat elke klant hier blij van wordt als dat ook de wens is. Yes, de volgende. Hier die roze tint waar ik het toen ik het webinar begon over had. Nou ja, deze dame is al een beetje gaan experimenteren. We zijn natuurlijk kappers, we willen gaan experimenteren met de kleuren. Maar de 010V met een drupje Airmix. Let erop, een drupje Airmix, want de Airmix zit op een kleurhoogte 6. Dus je zal ten alle tijde je kleur natuurlijk wat donkerder maken. De violet zit op een kleurhoogte 3 en de orange zit op een kleurhoogte 7. Dus dat moet je wel in gedachten houden. Dus wanneer je een klein drupje erbij doet bij je mix, geef je dat roze gloedje geef je mee. Hier, de 09G, wat ik al zei, het modebeeld wat we gaan zien, wat langzaam gaat veranderen, is dat toch wel het koele, nou ja, niet langzaam verdwijnt, want we zien het nog steeds wel heel veel, maar de goudtinten mogen weer. 3 jaar geleden wilde werkelijk niemand goud. En dan kwam er een klant in de salon en die zei dan, ik wil een hele mooie koelblonde kleur, want dat is mode. En dan dacht ik, oh, dat staat zo niet bij de huidskleur. Het maakt heel grauw en gewoon trekt alles naar beneden. En nu, doordat we de goudtinten weer omhoog zien komen, kan je die op een hele veilige manier gebruiken. Ik heb deze dame, dit meisje, vriendin van mijn dochtertje, heb ik zelf gedaan. Ze had helemaal natuurhaar. Heb ik een balayage techniek ingezet met aan de voorzijde een moneypiece. Dus helemaal tot aan de aanzet heb ik dat geblondeerd. Op een 9 hoogte hebben we dat uitgespoeld, want ik wist dat ik op een 9 hoogte wilde eindigen. En toen heb ik aan de wasbak de 09G ook met het flacon één keer opgezet. Maar nu zien jullie ook, het natuurhaar is gewoon haar eigen natuurhaar gebleven. Is niet opgelicht, dus daar hoef je ook echt niet bang voor te zijn. Ja. Oké, dan gaan we naar de vragen. Dames, even kijken. Houdbaarheid met 10 minuten is je dan minder als bij 20 minuten. Als ik, even nadenken, een mevrouw met een kopertint. Dat voorbeeld neem ik even eerst aan. Die geef ik ten alle tijde 20 minuten. Want dan zit ik op een kleurhoogte 6 zit ik te werken of op een kleurhoogte 5. En dan laat ik hem echt gewoon 20 minuten laat ik hem zitten. Soms zelfs nog langer bij de aanzet. Want dan heb ik inderdaad een langere houdbaarheid dan wanneer ik hem maar 10 minuutjes aan de lengtepunten meegeef. Maar wanneer, dan, ik moet uitleggen. Die mevrouw die komt dan terug in de salon na 6 weken. Dus dan zijn die schubben, die zijn natuurlijk, nou ja, die zijn gesloten. En dan ben ik echt om de schubbenlaag, ben ik heen aan het kleuren. Wanneer het haar dus geblondeerd is,
Oh, ik zie eventjes iets. Mijn batterij is bijna leeg van deze laptop. Dus voordat ik in één keer uitval, maar goed dat ik het zie, pluggen we hem gauw erin. En dat doet Kelvin, dat zien jullie niet. Weet ze wel. Ja, dus als dus die klant terugkomt na 6 weken of na 6 weken, omdat aanzet je te verf en de lengtepunten zeg maar op te frissen, geef ik hem gewoon 20 minuten. Want dan heb ik te maken met gesloten haarschubben. Wanneer ik ga blonderen of highlighten, dan ben ik met blondeer bezig geweest en die staan dus, die haarschubben, die staan dus open. Heb ik dan een langere houdbaarheid bij 20 minuten dan met 10? Nee, want ik ga al in die haarschubben, ik ga richting die vezellaag met kleuren. Dus wanneer iemand komt voor een eerste kleuring, geef ik hem altijd 20 minuten. Wanneer ik hem doe met gray blending, geef ik hem 20 minuten. Wanneer ik hem ga tonen, dan kan het korter. Want dan denk je gewoon wanneer de kleur goed is, haal je hem eruit. Want anders zou de kleur niet dat hij doorslaat, maar misschien kan hij iets donkerder worden dan je wens. Dus het heeft echt te maken met het open en het sluiten van de haarschubben. Oké, ik ga even naar de zijkant. Ik kijk even op het bord. Na highlight eerst afzuren en dan soft shades. Afzuren betekent voor mij de schubben sluiten. Wil ik dat behalen met mijn soft shades voor een toner? Nee, want ik wil het liefst met mijn toner al in die haarschubben wil ik zitten. Dus wat ik wel doe, we hebben dan het 5-stappenplan van KISS. Ik ga daar niet te diep op in. Maar de echte afsluiting, dat is bij ons stap 4 en stap 5, doe ik na mijn soft shades. Dan pas sluit ik de schubben, dan pas sluit ik de deur. Dat hij dan ook nog een keer extra de soft shade, de toner, vasthoudt. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Is ook als lowlight te gebruiken. Zeer zeker. Maar het is dan natuurlijk wel, je gaat kleuren van licht naar donker. Wil jij een lowlightje zetten die langzaam vervaagt, dan zou ik met de soft shades gaan werken. Wil jij een lowlight zetten die permanent in het haar moet blijven zitten, dan zou ik werken met een DMI en met je verf. Maar dat is een beetje naar gelang van de wens van de klant. Oké, even kijken. Als de kleur niet as genoeg is, kan ik dan extra violet toevoegen. Wat ik net al aangaf, je kan extra violet eraan toevoegen, maar ik vind dat een beetje tricky. Want je bent op een kleurhoogte 2 ben je bezig met je violet mix. En zou je iets of wat te veel violet mix eraan toevoegen, dan kom je een beetje uit in Dame Edna. Wil je Dame Edna? Nee. Dus als jij hem dan nog wat assiger wil, dan geef ik gewoon een No Yellow shampoo. Zet hij er dik in. Laat hij er dan nog eventjes extra zijn werk over doen. Maar dan heb je de No Yellow shampoo van KISS. Is dan prima om hem nog wat extra assiger te maken. En dan ben je wat veiliger bezig dan met je V-mix. V-mix toevoegen op een kleurhoogte 5, bijvoorbeeld met de 5C, doen. Prima, geen probleem. Met highlight is het een ander verhaal. Even kijken hoor, hebben we nog een paar vragen. Wordt de kleur donkerder als je soft shades combineert met uitgroei? Ze is tegelijkertijd aan het schrijven, dus je mag het ook anders wel zeggen hoor. Nee, dus de vraag is eigenlijk, als ik de aanzet inzet met een verf, ik noem maar wat. Ik ben hem aan het verven. Wat pakken we even? De E-tint. De E, dat is ook echt zo'n favoriete kleur van mij. Dus ik pak bijvoorbeeld de 5E op de aanzet en ik wil die lengtepunten wat opfrissen. En ik zou de 5E van mijn soft shades pakken. Hij wordt niet donkerder. Dan stopt hij gewoon op een 5. Ook al laat ik hem een half uur zitten, hij is gewoon een 5, dus hij slaat niet verder door. Dus die vraag is ook beantwoord. Even zien. Ik denk dat we nog even doorgaan, want we hebben nog een paar minuutjes. Ja. Oké. Dit gaf ik net ook al aan. Het is even een herhaling. Eerste kleuring, dus iemand komt voor de eerste keer binnen. Ik geef hem gewoon 20 minuten. De soft shades kan dus tegelijkertijd gebruikt worden met je aanzet. De lengtepunten kan je gewoon inzetten. En zou je hem een half uur laten zitten, geen probleem.
Kies wel de kleur op dezelfde kleurhoogte of iets donkerder. Want wat ik al aangaf, met je spoeling ga je lichter inkleuren dan de lengtepunt is. Ja, daar zie je er amper iets van, dus daar moet je rekening mee houden. Je kan het niet mengen met een ander product. Dus de activator is de enigste formule die je kan mengen met je soft shades. Want ik kreeg dus vragen, kan ik het mengen met een DMI? Maar dan ben je dus met peroxide ben je bezig. Dan ben je met 1,9% ben je bezig. En dat wil je niet. Je wil de kleur mooi in zijn behoud houden. Dus gebruik gewoon de activator. Nou, heb ik hier ook al gezegd. Yes, kunnen we naar de volgende. Mooie roodtint, de 06R met de R-mix heb ik gebruikt bij deze dame, half om half. Dus je activator er gewoon bij optellen wanneer je een mixtint eraan toevoegt. Hele mooie kleur, mooi glans, ga ik weer met mijn mooi. Oh, ja, next. Eerste kleuring ook. Dit meisje heeft de 06, oh hij staat ernaast, de 06KG aan de wasbak met de flacon. 20 minuten en ja, je ziet gewoon dat hij super mooi extra kleur heeft gegeven op een 6 hoogte. Het haar glanst de pan uit, het voelt goed en langzaam met het wassen gaat hij eruit. Dus deze dame krijgt geen uitgroei. Ja, volgende. Oké, vragen. Ik ga even door, want ik heb ook nog wat vragen opgeschreven voor jullie die ik heel veel gesteld heb gekregen. Oh nee, de grijsdekking. Dat moet ik ook even wel over zeggen. Ik zit een beetje tegen de tijd aan te hikken, dames. Maar ja, degene die wil blijven hangen, hang nog even. Want ik heb nog een klein stukje. Heb ik nog. Wanneer het haar heel fijn is, dan zal de dekking ietsje intensiever zijn dan wanneer het heel hard gesloten haar is. Wanneer je hem na een permanent gebruikt, zal de grijsdekking ook intensiever zijn. Omdat het haar een beetje open staat. Dus op die manier werken we met de grijsdekking. Wat ik al zei, afhankelijk van de gekozen kleur. He, stel je voor dat ik er een hele donkere tint op zet, dat ik kies voor de 03N. Zal die meer grijs dekken dan wanneer ik een kleurtje pak, de 08B. Maar dat spreekt voor zich. Volgende. Wat is het verschil tussen soft en safe shades? Die vraag heb ik heel veel gehad. Wat ik al zei. De safe verf, soft spoeling. Dat is het meest simpel om uit te leggen. Volgende. Want dit zijn allemaal vragen die ik van jullie voorbij heb gekregen. Deze vraag, nou echt, ik denk dat ik hem wel 200 keer heb gehad. Hoe kan ik nou daadwerkelijk de soft shades bestellen? Als je gaat naar www.kisshaircare.nl, dan kan je daar op mijn account kan je klikken. Wanneer je daarop klikt, zie je hier een gedeelte die je in moet vullen. Het is alleen maar voor salons, niet voor particulieren. Je moet ook je kamer voor koophandelnummer moet je invullen. Volgens mij, kijk ik even Kelvin lief aan, als mensen dit invullen krijgen ze een berichtje. En vanuit daar kunnen ze op de website kunnen ze bestellen. Ja. Toch? Oké, dus op die manier werken we. Maar misschien heb je ook wel je eigen groothandel waar je terecht kan. Dus dat moet je eventjes zien. Dan kreeg ik ook de vraag, kan ik de flesjes los bestellen? Ik vind dat eigenlijk best wel moeilijk. Want als je namelijk het pakket gaat bestellen, dan krijg je een heel mooi doosje. Met de kleuren krijg je erin. Er zit een kleurenkaartje in. Je activator, een flaconnetje zit erin. Want als je kleuren los gaat bestellen, hoe weet je dan wat je nou precies wil gebruiken? Ik bedoel, ik werk nu al een aantal, nou ik werk denk ik al anderhalf jaar met de soft shades, want ik ben betrokken geweest samen met het team met de hele ontwikkeling. Maar ik check altijd nog mijn kleurenkaartje, want ik denk, maar wil ik een pareltje, wil ik een violetje? Als je dus gaat werken met de soft shades, is het makkelijkste dat je het pakketje dan compleet hebt in plaats van losse kleurtjes. Maar het hele pakket kost nu €199. Dat is een introductiedeal. Je krijgt 20% korting, want normaal is het dan, weet ik veel, 245 of zo, zeg ik dat goed. 20% bij 199, om en nabij. Dus, en ja, hoeveel gebruik ik? Er zit 100 milliliter zit er in je flesje. Als ik een tonertje klaarmaak voor wat langer haar, ja, dan heb ik aan 40 cc heb ik genoeg.
doe ik alleen de lengtepunten opfrissen. In korter haar heb ik aan 10 cc heb ik al genoeg. Want het is natuurlijk een vloeibare kleuring. Hè? Je hebt niet zo heel veel heb je nodig. Dus je haalt meerdere behandelingen ook uit het flesje. Dus zo'n introductiepakket van €199 waar alles in zit. Dat zou ik echt bestellen in plaats van losse flesjes. Daarna kan je gewoon los bestellen, hè, dames. Daarna kan je gewoon losgaan. Maar dan heb je in ieder geval het hele assortiment heb je in huis. Vallen de softshades donkerder uit of lichter dan op de kleurenkaart? Nee. Nee, ze zijn echt zoals ze zijn. Hè, wat ik ook al aangaf, een 5E is een 5E. En wanneer je een 9V gebruikt en die laat je 20 minuten zitten, is het ook een 9V. Dus ze vallen niet lichter uit, ze vallen niet donkerder uit. Lichten ze het Natura op? Die vraag heb ik ook 10 keer gekregen. En echt recht vanuit mijn hart, niet bang zijn, op aanbrengen op het natuurhaar met een highlight. Want ze lichten het haar, lichten ze niet op. Volgende. Ik neem even een slokje water. Oké. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Hier staat, kan ik van licht naar donker kleuren met de softshades? Ja, dat kan. Maar er zijn wel richtlijnen voor. Je kan ervoor kiezen om het met de safe shades te doen, met voorpigmentatie, met je DMI. Maar wat je ook kan doen, als je denkt van nou, het haar is wel kwetsbaar en ik vind het toch wel een beetje tricky, kan je het ook doen met je soft shades. Maar dan hebben we de volgende stappen. Eerst voorpigmenteren. Bijvoorbeeld als je van een 9 naar een 5 hoogte gaat, ga je hem eerst voorpigmenteren met je Glam Wash, met je Cherry. Ga je eerst heel veel roodpigment ga je eraan toevoegen. Dan doe je je soft shades doe je erin en dan vervolgens doe je nog een keer je soft shades eroverheen. Waarom? Dan heb ik een opbouw van pigmenten. Dus als ik hem meerdere keren achter elkaar plaats, dan duw ik alleen maar meer pigmenten in dat haar. En dat heb je nodig als je van een 9 naar een 5 gaat. Dus er zijn meer wegen die naar Rome leiden, maar je kan zeer zeker met je soft shades van licht naar donkerder. Gebruik ik het op droog of handdoekdroog haar? Dames, alsjeblieft, gebruik het op handdoekdroog haar. Niet op droog haar, maar het kan op droog haar, maar dan heb je gewoon veel meer product nodig. En op handdoekdroog haar is het veel makkelijker verdelen en heb je minder product nodig. En het werkt gewoon makkelijk, dus laat alsjeblieft dat droge haar, laat dat liggen. En dan komt misschien de vraag, ja maar als ik de lengtepunten of als ik de aanzet eerst doe verven. Ook al verf ik het bij mij in de salon, klanten worden toch eerst eventjes gewassen. Dus ik werk toch het liefste op handdoekdroog haar, want dan vind ik ook mijn verf lekkerder in het haar gaan. Yes. Slaan de soft shades snel door? Nee, heb ik ook al behandeld in mijn verhaal daarvoor. Maar met het tonen, blijf erbij. Kijk erna en bij de gewenste kleur uitspoelen. Wanneer gebruik ik welke kleur? Die vraag heb ik heel vaak gekregen. En ik wil dat met liefde en plezier voor jullie beantwoorden. Maar dat kan ik niet op voorhand zeggen, lieve dames en heren. Ik weet niet of er heren meekijken. Want, oh, daar kijken ook heren mee. Ja, ja. Oh, ja. Oh, Ben. Oh. Ja, een paar Bennen. Oh, een paar Bennen. Nee. Maar ik kan niet op voorhand zeggen wat er op moet. Want het is afhankelijk wanneer ik ga blonderen of wanneer ik ga highlighten. Op wat voor kleurhoogte dat ik zit. Hoeveel geelpigment zie ik nog? Waar wil mijn klant heen? Want lieve schatten, ik kreeg zoveel foto's van jullie, met klanten, naar mij gestuurd van oh Natas, deze mevrouw wil dat en dat. Dit is haar natuurkleur, wat moet ik doen? En dan probeer ik het zo goed als kwaad te antwoorden, maar eigenlijk heb ik het antwoord niet. Jullie moeten echt vanuit je eigen ervaring en naar mijn verhaal van vandaag gaan nadenken van op welke kleurhoogte zit mijn highlight. Want stel je voor, je hebt iemand opgelicht en die zit op een kleurhoogte 8. En die ga je met de softshades met een kleurhoogte 10 ga je dan tonen. Dat doet bijna niks. Nou ja, dat doet eigenlijk niks. Dus dan zal je hem ook op een kleurhoogte 8 moeten gaan tonen. Dus vanuit die ervaring kan je dus kiezen welke kleur dat erop moet. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. En dat jullie na vandaag zelf een beetje de kleuren gaan kennen en de juiste kleur kunnen kiezen. Kan ik het direct gebruiken na een permanent? Jazeker, dat kan. Heel fijn. Want met permanent haal je de kleur uit. Softshades eroverheen. Kan totaal geen kwaad. Het haar voelt prima aan. Kan ik de softshades mengen met een DMI?
Nee, zou ik niet doen, want dan ga je het haar weer oplichten en dat heb ik net ook al aangegeven. Kunnen de soft shades tegelijkertijd met de verf gebruikt worden? Ja, dat kan. Als ze elkaar aanraken of de soft shades gaat over je verf heen, geen probleem, bijt elkaar niet. Dus dat kan. Wat is de inwerktijd? Heb ik ook al gezegd. Bij highlight en bij blondering elke 5 minuten nakijken op de gewenste kleur uitspoelen. En wanneer je de lengtepunten wil opfrissen of inkleuren voor grey blending of een eerste kleuring, gewoon lekker 20 minuten geven. Nog één. Krijg ik een uitgroei van soft shades? Dames, heren, dit is de belangrijke. Oh, we zijn er bijna doorheen. Wanneer een klant, zeg maar bij een eerste kleuring, bij mij de 06 kg krijgt, dat meisje met dat lange haar wat ik jullie liet zien. En die dame of dat meisje, die komt elke 4 weken naar de kapsalon en ze wast het 2 keer per week. Als zij dan terug in de salon komt, dan zit die soft shades er nog een beetje in. Als je dan weer kiest voor een nieuwe soft shade en je gaat soft shade over soft shade over soft shade ga je zetten. Super mooi, maar dan krijg ik een stapeling van pigmenten in de lengtepunten. Hij wordt niet donkerder, hij wordt niet matter, maar ik stop er wel meer pigmentjes in. En dan kan je een uitgroeitje gaan creëren, omdat ik steeds meer pigmenten vol ga stoppen in dat lange haar. Dus op die manier kan je wel een uitgroei kan je creëren. Kelvin is bij de computer vandaan. Kan iemand anders even... Oh, dit is de laatste! Ha, top! Dan kijk ik nog eventjes hoe dat we zitten met de vragen. Oké. Okay. Oh ja. Ja, dit wil ik... Ja. Oh mij nou. Ja, ik sta in mezelf te praten. Daar komt dus een vraag. Welke prijs moet ik in de salon rekenen? Die vraag heb ik ook heel vaak gehad. En ook op deze vraag kan ik geen antwoord geven. En misschien zijn jullie teleurgesteld, maar ik ga uitleggen waarom. Als ik een salon heb, aan huis, zonder medewerkers, zijn mijn kosten heel laag. Als ik een salon heb, in Amsterdam, het is een huurpand en ik heb 5 man personeel, is mijn kostprijs veel hoger. Jullie zullen voor jezelf je kostprijs per minuut uit moeten gaan rekenen. Ik kan je wel vertellen, bij mij in de salon, voor mijn personeel, is het 1,10 euro voor mijn personeel. Voor mij is het 2,20 euro. Dus als je je eigen kostprijs hebt uitgerekend, dan kan je die ook vertalen naar je behandeling. Want dan weet je ook je inkoopprijzen en je weet hoe lang je ermee bezig bent. Vanuit daar moet je echt je eigen prijs moet je gaan bepalen. Want je snapt wel, stel je voor dat je ambulant bent en je rijdt met je autootje langs de kant of langs de mensen, dan is jouw kostprijs veel lager dan wanneer jij een kooppand of een huurpand hebt met personeel. Dus ik kan jullie niet zeggen, dit moet je rekenen of dat moet je rekenen. Dat moet je echt zelf uitrekenen. Nou ja, ik hoop dat daar die vraag mee beantwoord is. Maar ik ben iets over tijd, niet qua zwangerschap, maar qua webinar. Webinar is opgenomen. Dat kunnen jullie op mijn Natasja Keizer YouTube kanaal kunnen jullie dat terugzien. Daarin kun ik ook nog onbehandelde vragen in de video verwerken. Want die kunnen we ook nog een beetje editen. Dus ik ga wel proberen zoveel mogelijk van jullie vragen allemaal te beantwoorden. Ook nog op een later tijdstip. Maar voor de rest vanuit hier zou ik zeggen, dames en heren, succes met alle mooie kleuren. Post zoveel mogelijk op Facebook. Dat we elkaar kunnen inspireren. Dat we samen blij kunnen maken. En ik ga jullie een hele dikke kiss geven en bedankt voor de aandacht en wie weet tot de volgende keer.